Texas van Vlaanderen, dat was, ik zou zeggen, een imago van een rijke streek, maar ook een hardwerkende streek. Dat was ook wel zo. Dat mogen we duidelijk stellen, niet alleen van onszelf, maar de streek heeft altijd een heel grote werkkracht gehad. Dat durf ik toch wel zeggen. Ik was een boerenzoon, samen met mijn zusters. Mijn broer was nog te jong om actief te zijn. Hebben wij in de weverij gewerkt, naast het boeren, dat we verder nog gedaan hebben, mijn vader dan meer. Maar ik kon ook weven, dus we deden dat allemaal samen. Het was werken, werken en nog een keer werken. Het is ook een stuk individualistisch, hè? Want je touwen maken te veel leven om een praatje te slaan. Dus, maar je hebt veel tijd om zelf je gedachten op orde te brengen of te zetten. Want s'nachts, als ik jonger was, moest ik s'nachts alleen, pas op, alleen, altijd alleen. Dan heb je tijd om een keer op iets te denken. Hè. Allee, tijd om een keer je hersenen toch ook een beetje hun werk te laten doen. Ja. Er waren zoveel wevers en weverijen. En er was de jaarlijkse beurzen. Hè. Keulen en Hannover, dat waren de monumenten voor de mensen uit onze streek daar naartoe te trekken. Het was wel zo dat bijvoorbeeld KBC, zij richtten een vliegtuigreis in. Ja, ja. We kregen dat voor 1 of 2 dagen, mocht kiezen. Maar moet betalen, hè. Maar goed, een goede prijs. Dan zaten wij met een vol vliegtuig, laten we zeggen 80% mensen van onze streek. Hè.